Als je kijkt naar de teamsessie rondom personeelsbestand, dat meestal bestaat het uit twee momenten. Het zijn veel onderwerpen die echt goed doorgrond moeten worden. Een daarvan is eigenlijk dat je kijkt naar het personeelsbestand. Hè. Welke collega's hebben we? Herkennen we ons daarin? Wat zien we gebeuren? Hoeveel leerlingen hebben we op de afdeling? Wordt dat goed ondersteund onder andere? Hebben we een goede mix aan een 3G, helpende woonassistentes, enzovoort enzovoorts. Dus daarover in gesprek, dus ook weer die cijfers in combinatie met het gesprek, hoe ze het ervaren en voelen. En hoe het is in de samenwerking ook met name. Dus het is aan de ene kant de harde kant, de cijferkant, dat een beetje meer onderbouwen, een beetje meer begrijpen. Maar aan de andere kant ook de zachte kant, van hoe gaan we met elkaar eigenlijk om? Hoe vindt de communicatie plaats? Weten we elkaar te vinden? Durven we elkaar aan te spreken? Hoe zit het met de samenwerking tussen andere teams? Kunnen we elkaar benutten? Hebben we daar al wel eens over nagedacht? Werken we samen met andere disciplines? Dat soort vraagstukken kwamen vooral met name in deze sessies aan bod. Want je zal zien, zodra ze daar met elkaar over in gesprek gaan, zitten daar ook mogelijkheden in. Ook om die zorgzwaarte die ze soms echt ervaren, die toename erin, om dat goed met elkaar te organiseren. En dan is samen toch sterker. En er werd ook gekeken naar werkprocessen. Ik heb teams gehad die hadden basisdienstenpatronen. Dat begon allemaal met 3-uursdiensten, 4-uursdiensten, 6-uursdiensten. En vervolgens hadden ze grote contracten, kregen ze het niet weggepland. Ja, daarvan hebben we ook. Ja, maar het is perfect voor de cliënt. Want ja, alle cliënten willen tussen 8 en 10 naar bed en gegeten hebben. En dan moest eigenlijk alles gedaan zijn. Alleen niet haalbaar. Want we hebben niet al die mensen die maar hele kleine contracten willen. En ook nog niet in aantallen. Niet iedereen kiest in Nederland voor de gezondheidszorg. Dus, en kan dat ook niet doen. Dus ja, we hebben dan toch met elkaar te kijken van hoe kunnen we toch creëren dat we met minder diensten uitkomen. Langere diensten dus gaan creëren om grote contracten weg te zetten. Maar toch de kwaliteit van zorg te leveren. Ja, en dat vraagt soms ook een gesprek met cliënten, familieleden. En dan zal je ook zomaar zien dat eigenlijk de beleving dat iedereen maar om 8 uur uit bed moest, niet altijd de wens van de cliënt was of de behoefte van de cliënt was. En dat er ook best wel cliënten waren die prima vonden om in de avond gedoucht te worden of in de middag. Of lekker lang uit te willen slapen, enzovoort, enzovoort. Dus dat leverde ook zeker wel allemaal mooie inzichten op. En waarom hebben we dit hele traject gedaan? Om ook hier aandacht aan te besteden. Voordat we echt naar die harde planning gaan. Het goed wegroosteren van mensen. Zodat je die continuïteit hebt en noem maar op. Is dat, heb ik ervaren, dat hier het ook in zit. Als je een goede bezetting daarover na hebt gedacht met de juiste mensen op de juiste plek. En hebt geaccepteerd dat bepaalde functionarissen niet meer voorradig zijn in de markt. Maar dat je een goede mix en balans hebt gevonden in verschillende functies. Die allemaal een bijdrage leveren aan de cliënt. En dat daarin de samenwerking in is geoptimaliseerd. Dan zal je zien dat het goed wegplannen en wegroosteren van medewerkers een betere kans van slagen heeft. En dat ook daarin de verwachtingen van medewerkers ook beter zijn. Zodat ze ook eerder kunnen accepteren dat een planning eruit ziet zoals die eruit ziet. Een daarvan was bijvoorbeeld ook een voorbeeld in een andere organisatie. Die zei van, daar hadden ze allemaal met elkaar bedacht uiteindelijk dat die in de avond het wel heel doods was na 6 uur naar het eten. Ja, en wat kunnen we dan? En dan gingen mensen maar vroeg naar bed. En vervolgens kwamen er mensen uit bed. En als je echt keek naar het verhaal van de cliënt, was dat helemaal niet zo wenselijk. Ze hadden trek. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de avond wat meer aangekleed. De warme maaltijd er naartoe geschoven. Maar ze hadden ook het idee, er moet welzijn komen. Maar ja, welzijnsmedewerkers werken overdag. En niet 's avonds. Dus ja, ze waren het er allemaal wel eigenlijk heel erg over eens. Maar het had wel consequenties. En je zag gewoon doordat ze het zelf hadden bedacht. Zelf het idee hadden dan, hier doen we het goede mee. Hiermee maken we de avond aantrekkelijker. Dat er op een gegeven moment ook de openheid stond. Om ook in de avond te willen werken als welzijnsteam.
En dat hebben ze dan ook met elkaar ingeregeld. Dus echt goed gekeken weer naar het basisdienstenpatroon. Wat vraagt dat dan van de bezetting in de avond? En wat vraagt dat dan overdag? En hoe kunnen we elkaar dan toch nog zo goed mogelijk aanvullen daarmee? En een goed aanbod overdag en in de avond creëren.